Ik ben Lisbeth Veulemans en ik ben een van de medewerkers van het project Apen op Wieltjes. We hebben een tijdje geleden een oproep gelanceerd voor het inzamelen van gebruikte kinderfietsjes met de bedoeling van die fietsjes dan ter beschikking te stellen voor kinderen die niet meteen toegang hebben tot een eigen fiets. Ik was direct enthousiast omdat ik zelf 3 kinderen heb en constant zit te roleren met fietsjes die te klein of te groot zijn en nog even in de wacht moeten of doorgegeven moeten worden. Maar ook omdat ik merk binnen de omgeving van mijn kinderen dat er heel veel kinderen zijn die niet kunnen fietsen of die moeilijk kunnen deelnemen aan activiteiten in de school waarbij een fiets betrokken is, omdat ze geen fiets hebben. Dus wij willen een beetje zorgen dat je via ons project eigenlijk op een gemakkelijke manier toegang krijgt tot een kinderfietsje. Dat we er ook voor zorgen dat het een veilig fietsje is, dat het nagekeken is. Je kan een fiets tweedehands verkopen en dan heb je daar geen persoonlijke voldoening aan. Terwijl als je een fiets wegschenkt en je weet dat je daar op termijn een kindje gelukkig gaat maken dat anders geen fiets heeft, dat schenkt toch meer voldoening dan zo een paar euro krijgen voor een fiets dat er anders toch maar staat te staan. Ik zou willen zeggen aan elke Antwerpenaar, heeft u nog een fietsje staan? Is uw kind uit zijn huidige fietsje gegroeid? Laat het ons weten, breng het fietsje bij ons binnen, zodat u samen met ons ervoor kan zorgen dat elk kind in Antwerpen kan fietsen. Heeft u nog een kinderfiets, zijwieltjes, kinderhelmen of een fietsstoel te veel? Breng het naar Buurtwerk Dynamo in Deurne. Meer info over het initiatief vindt u op antwerpen.be.